Hoi, in deze video vertel ik je alles over Swero Indy. Een robot die je kunt programmeren met gekleurde matjes. Kijk hoe leuk die eruit ziet. Er zitten stickers opgeplakt zoals je kunt zien. Aan de onderkant zit een kleurensensor. Daarmee kan die kijken en kan die kleuren herkennen. En hier zit de aanknop en hier de plek om hem op te laden. In de bak zitten allemaal verschillende kleuren matjes. Dit zijn rubberen matjes. Die blijven goed op de grond liggen. Je ziet het hier al. Het lijkt wel een regenboog en dit soort kaart. Ik ga straks precies vertellen wat die kaarten doen, maar eerst ga ik je alles vertellen over de matjes. De kleurensensor van Schwero herkent de kleur van de matjes. Kijk maar, als ik hem op een andere kleur zet, verandert hij ook in die kleur. Superleuk en superhandig, maar hij doet niks. Zoals je kunt zien, ja, hij herkent de kleuren. Maar als ik nou wil dat hij moet gaan rijden, dan zet ik hem op de lichtgroene. Dan gaat hij rijden. Hey, huh? En nu doet hij wel iets. Want op het roze matje gaat hij linksaf. En dat kan ik ook hierop zien. Op kaart 14 en 15 staan de instructies. Een lichtgroen matje is gaan. Of nog sneller gaan. Hier zie je dat hij ook nog sneller gaat bij geel. Dit is pauze en paars is de finish, dus rood gaat hij pauzeren. Dan hebben we nog de kleuren voor de bochten. Roze is 90 graden links, blauw is 90 graden rechts en dit is 45 graden links. Dat is geel en donkergroen is 45 graden rechts. Dus wil je starten, leg je het lichtgroene matje neer en daarna leg je nog een ander matje. Die hoeft er niet direct achter te liggen, die mag een stuk verder liggen. Dus zo kun je een heel parcours maken op de grond. Op de kaarten staan opdrachten. Je hebt hier dus de groene matjes, een rood matje en welk matje moet ik hier neerleggen om een finish te krijgen en welk matje moet ik krijgen, uh, neerleggen om daar te komen. Nou en zo heb je steeds moeilijker worden opdrachten die je na kunt bouwen en na kunt leggen. En zo oefen je met recht doorgaan, met rechts afgaan, met links afgaan. En ik ben benieuwd of jij kaart nummer 12, want dat is de laatste kaart, of jij die kunt maken. Ook heeft Swero een eigen app. Wat je kunt doen is Sfeero verbinden en dan kun jij bepalen, ja heel eenvoudig, wat de matjes betekenen. Dus je kunt zelf bepalen wat welke kleur matje doet. Uh, wat even belangrijk is, is dat je dat ook kunt resetten. Dat doe je hier onderin of door drie seconden achterop de knop te drukken dan reset je. Ook de sfero weer naar de standaard instellingen. Maar het kan dus zijn dat ik zeg. Ik wil bij rood niet dat hij pauzeert. Maar dat hij sneller gaat. Of dat hij dan juist een bocht gaat maken. Zie je dat? En bij uh, roze wil ik dat hij een andere kleur lampje gaat geven. Of dat hij een regenboog doet. Die kan ik doen. Of dat ik bij blauw het geluid aanpas. Kijk. Hij kan zelfs liedjes. En zo kun je ermee spelen. En kun je helemaal aanpassen wat Indy doet. Bij welk matje. Oké, okay, nu ga je zelf een parcours maken. Met de matjes voor Swero Indy. Dit kun je met blokken doen. Of bijvoorbeeld door ergens omheen te gaan programmeren. Dus je begint met lichtgroen. En daarna maak je een parcours. Vind je het nou leuk? Dan kun je ook de app gebruiken om de... Sphero Indie helemaal aan te passen en bijvoorbeeld een liedje te programmeren.